Even luisteren, wat zijn de ontwikkelingen? Vertel eens mee. Nou, de ontwikkelingen. Ik heb vanochtend gelezen dat een raadslid van Maastricht officieel heeft verklaard dat burgemeester Hoes met zijn uitspraken over met Maastricht en over Amsterdam eigenlijk de wietpas failliet heeft verklaard en nu op vakantie is vertrokken naar China. Dus elke keer als er wat is, als de invoering van de wietpas plaatsvond in Maastricht, toen was hij op vakantie. En nou heeft hij even gauw gezegd dat de wietpas eigenlijk een klote instrument is en dat hij al die tijd gelogen heeft. En nu is hij weer naar China vertrokken. En daar hoort hij bij de inschorttoeristen, zoals dat heet. Helemaal goed. En maar luister, is de ontwikkelingen van de afgelopen weken, wat is er allemaal veranderd? We hebben vooral op lokaal gebied nogal wat teweeg gebracht. En als je veel op vele lokale gebieden teweeg brengt, dan gaan die mensen ook met elkaar praten en dan wordt het landelijk. Maar we zijn natuurlijk overal lokaal in de pers geweest, sowieso al met de aankondigingen van de bus. En die ging dan gepaard met een aanvraag naar het gemeentehuis ter plekke voor een vergunning voor een manifestatie tegen de wietpas. En dat heeft in veel gemeentes al de belangstelling gewekt. Want toen wij hier in Den Haag stonden, was de gemeenteraad al aan het praten over de wietpas. En die hebben een paar dagen daarna, gelukkig, meneer Aartsen en de gemeenteraad van Den Haag, u bent tegen de wietpas, wij zijn u daar dankbaar voor. Ja, helemaal goed jongens. En ik zeg niet dat dat komt door de bus, maar ik zeg wel dat het komt door de gezamenlijke inspanningen van alle mensen die achter coffeeshop staan en die er op dit moment bij bezig zijn om te zorgen dat er gestemd wordt op een cannabisvriendelijke partij. En maar wat is er nou nog meer allemaal bereikt in de afgelopen weken, Nol? We hebben onder andere bereikt dat zo'n 350 collega's in het land met dit initiatief zijn mee gaan doen. Dus we hebben dankzij het scenario van de VVD toch eigenlijk wel iets bereikt wat we zonder hen nooit hadden bereikt. We staan nu weer met collega's, ik zie steeds dezelfde collega's terug. We hebben elkaar bereikt en we zijn ook na de verkiezingen, mocht de VVD toch aan de macht komen, zijn we nu klaar om een vuist te maken tegen de regering. Nog niet met z'n allen, maar ik denk dat dat niet lang meer kan duren. Want er kan geen coffeeshop zijn tegen het voortbestaan van coffeeshops. Ja, en belangrijk natuurlijk dat iedereen ook morgen gaat stemmen. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, hè? Ja, en als je weet dat je buurman ziek is en dat hij morgen niet kan stemmen, vraag dan of je zijn stembiljet invult te gaan voor je buurman stemmen. Laat geen stem verloren gaan. Stem tegen de VVD. Stem tegen